Hallo allemaal, in dit filmpje leg ik je uit hoe je verder kan rekenen met machten. Bij de eerste voorbeelden gaan we gelijksoortige machten vermenigvuldigen. Gelijksoortige machten hebben we geleerd dat dat betekent dat je eenzelfde grondtal hebt. Bij 2 tot de min 2e maal 2 tot de 5e is het grondtal telkens 2. Als we dit verder willen uitrekenen, dan gaan we dit als volgt doen. Ik krijg 2 tot de min 2 plus 5. Met andere woorden, het grondtal blijft behouden en ik tel de exponenten bij elkaar op. De rekenregel: als ik a tot de k maal a tot de p doe, beide hebben hetzelfde grondtal dat ik ga behouden en ik tel de exponenten op, dus ik krijg a tot de k plus p. We gaan de oefening verder uitrekenen. Min 2 plus 5 is 3, dus ik krijg 2 tot de derde en 2 tot de derde is gelijk aan 8. Tweede voorbeeld: het grondtal is min w, dat ga ik behouden. Ik tel de exponenten bij elkaar op, dus 4 plus 7. Min w tot de 4 plus 7, let op dat je de haakjes nog steeds noteert, want ik wil min nog steeds mee tot die macht verheffen. Dan krijgen we min w tot de elfde. Dan kunnen we wel even nadenken. 11 is een oneven exponent, dus de uitkomst wordt sowieso negatief. Als we dat weten, kunnen we de haakjes weglaten, want die min zal sowieso moeten blijven staan. Gelijksoortige machten delen. Bij dit voorbeeld is mijn grondtal telkens 3. Om dit verder uit te werken, ga ik 3 tot de min 2, min, min 4, moeten doen. Opnieuw, ik heb in dit geval het grondtal behouden. En de exponenten heb ik ditmaal van elkaar afgetrokken. De rekenregel. a tot de k gedeeld door a tot de p, ik behoud het grondtal a, ik trek de exponenten van elkaar af, dus a tot de k, min p. Als we dit verder uitrekenen. Ik heb daar staan tot de min 2 min, min 4. Dat wordt 3 tot de min 2 plus 4. Min en min maakt plus. En 3 tot de min 2 plus 4 wordt 3 tot de 2. En dit kunnen we eenvoudig uitrekenen en wordt 9. Het tweede voorbeeld ziet er een beetje anders uit, maar is volledig gelijkaardig. Jullie weten dat een breuk hetzelfde betekent als een deling. Ik ga opnieuw hetzelfde toepassen. Er staat een deling, dus ik behoud het grondtal en ik trek de exponenten van elkaar af, dus ik krijg x tot de 5 min 3. Ik kan de rekenregel dus even goed als een breuk noteren. En ook dan krijg ik a tot de k min p. Ik behoud het grondtal en trek de exponenten van elkaar af x tot de 5 min 3 wordt dan uiteindelijk x tot de tweede. Een macht tot een macht verheffen. Als ik dit verder wil uitrekenen, krijg ik 2 tot de 3 maal 2. Ik zal dus opnieuw het grondtal behouden en ik ga de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. De rekenregel. a tot de k tot de p. Het grondtal blijft behouden de exponenten vermenigvuldigen maakt a tot de k maal p. We rekenen dit verder uit. 2 tot de zesde wordt dit. 2 tot de zesde. 2 maal 2 is 4. Maal 2 is 8, maal 2 is 16. Maal 2 is 32. Maal 2 maakt 64. Volgende voorbeeld x tot de min 4. Tot de derde. Ik behoud het grondtal en vermenigvuldig de exponenten, dus dat wordt x tot de min 4 maal 3. Min 4 maal 3 wordt min 12, dus x tot de min 12e. We hebben al geleerd, als er een negatieve exponent is, nemen we het omgekeerde en wordt de exponent positief, dus dit wordt 1 op x tot de 12e. En nu moet ik enkel nog teller tot die macht verheffen en de noemer dus 1 tot de twaalfde op x tot de twaalfde. Hierbij kunnen we 1 tot de twaalfde nog verder uitrekenen. Dat is 1 en x tot de twaalfde behouden we. Dus we krijgen uiteindelijk 1 op x tot de twaalfde. Bij de volgende voorbeelden ga ik gelijknamige machten vermenigvuldigen. Wil zeggen het grondtal is niet hetzelfde, maar de exponent wel. Eerste situatie. Normaal gezien zou je dit gewoon uitrekenen volgens de volgorde van de bewerkingen. Ga je eerst 3 maal 2 uitrekenen. Maar soms kan het zinvol zijn om dit op een andere manier op te lossen. Zodanig dat je handig rekenen gaat toepassen. Dat je geen te grote getallen krijgt. In dat geval kan je dit als volgt oplossen. Je gaat beide factoren tot die macht verheffen. Dus je krijgt 3 tot de tweede, maal 2 twee tot de tweede. Bij de rekenregel wordt dit dan a maal b tot de p. Ik ga zowel a tot de p als b tot de p doen. Dus ik krijg a tot de p maal b tot de p. Als we dit dan verder uitrekenen, 3 tot de tweede is 9, maal 2 tot de tweede is 4. En 9 maal 4 wordt dan 36. Tweede voorbeeld. Min 5ab tot de derde. Let goed op, we weten dat er tussen min 5 en a een maalteken staat. En ook tussen a en b een maalteken. Dat wil zeggen dat ik min 5 tot de derde moet doen, a tot de derde en b tot de derde. We rekenen dit verder uit. Min 5 tot de derde, 3 is een oneven exponent, dus de uitkomst wordt negatief, namelijk min 125. A tot de derde, B tot de derde. Zo, en dit kunnen we niet verder uitrekenen. Gelijknamige machten delen dan. Zelfde principe, maar met een deling. Ik ga zowel deler als deeltal tot die macht verheffen. Dus we krijgen min 5 tussen haakjes tot de derde, gedeeld door 2 tot de derde. Als we dit als rekenregel noteren, ziet dit er al uit als volgt. A gedeeld door b tot de p wordt a tot de p gedeeld door b tot de p. We rekenen verder uit. Min 5 tot de derde, oneven exponent, dus het wordt negatief, is min 125 gedeeld door 2 tot de derde is 8. We gaan dit niet als volgt laten staan. We kunnen dit niet uitrekenen, maar we kunnen dit wel noteren als een breuk. Dus we krijgen min 125 achtste. Tweede voorbeeld kennen jullie eigenlijk al. Het is de versie die we daarnet zagen, maar nu als een breuk genoteerd. We gaan zowel deler als deeltaal tot de macht verheffen. Dus z tot de derde op x tot de derde. Als we dit in de rekenregel noteren, krijgen we a op b tot de p is gelijk aan a tot de p op b tot de p. Dat was het dan. Bedankt om te luisteren.